Maar ik ga weer met mijn jurk verder. Om te spelden. Ja, die moet wel op tijd klaar zijn. Hallo? Doen we niet. Dus dan weten jullie dat even. En ik kan jullie er niet bij halen. Nee, want jullie staan aan de lader. En dan kan ik mijn mobiel er wel weer bij pakken. Maar dat doe ik enkel maar voor buiten het mobiel. Ik kan het weer op. Het zit daar allemaal in. Allemaal snoepjes. Allemaal snoepjes. Maar kom dan. Kom dan. Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede, fijne namiddag alweer. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de 23e van de 2e, 2023. En we leven om 15:46 uur. Ja, waarom ik zo laat ben? Nou ja, jullie weten dat ik in een rotmaand zit. Dat in deze maand mijn schoonmoederjaar had kunnen zijn. En dat in deze maand mijn mannetje is overleden. 5 dagen na de verjaardag van zijn moeder. En dat voor 6 jaar geleden. Dus ja, dan zit ik gewoon echt in een dip. En ik had van dat ik wakker werd. Had ik stralende hoofdpijn. Misselijk beroerd. En vreselijk veel rugpijn. Mijn hoofdpijn die is gezakt. Het is alleen op mijn rug nog. Oh, je wilt niet weten. Ik heb iedere keer momenteel ook in mijn hoofd van die spelden prikken. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Dan weten jullie hoe dat voelt. Dat is niet prettig. Maar nu heb ik hetzelfde gevoel ook over mijn hele rug heen. Nou, je wordt er echt niet vrolijk van. En hoe het komt? Ja, Joost mag het weten. Spanning, denk ik, hè? Ja. Maar in ieder geval, ik denk dat ik ook niet weg kan, want ik heb, geloof ik, vergeten dat trammeland daar in die schuur aan de lader te zetten. Ja, dus dat is even afwachten. Ja, en toen was ook de accu leeg van de camera. Ja, nou, dan blijf je aan de gang, hè. Dat ding vergeten, dat jullie vergeten. Ik moet gewoon eigenlijk dat ding, mijn camera dus, moet ik iedere nacht aan de lader zetten als ik naar bed toe ga. Ja, maar ja, je vergeet het wel eens. Omdat ik hem overdag achter mijn scherm van de computer heb. En dan vergeet je dat 's nachts te doen. Maar ja, we proberen er gewoon weer aan te denken. En ja... We gaan er gewoon voor door en ik zal kijken of ik de booster inderdaad aan de stroom heb gezet, ja of nee. Ik ben bang voor niet. Maar ja, dan komt die kaart morgen wel, maar ik ga hem wel sowieso even schrijven. Dat doe ik wel. En dus. Maar ik ga eerst zo mijn meisjes even uitlaten. Die heb ik al de tuin gezien en meer niet. Dus ja, dat moet wel even gedaan worden. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje met ons mee. Ja, en ja, ik hoop dat ik eens een keer op knap. Maar ja, het is gewoon al eenmaal een rotmaand en ook een rotperiode. Je wordt zo chagrijnig als je al naar buiten kijkt, weet je dat? Het is zo grijs, grauw en triest. Ik heb liever het zonnetje, maar het zonnetje is zoek. Ja, we moeten er gaan zoeken, met z'n allen, naar het zonnetje. Ja, dat is veel fijner, het zonnetje. En laat het 's nachts nog slecht weer wezen als we slapen. Maar overdag zonneschijn en hogere temperaturen. Dan mag het 's nachts alles en nog wat doen. Het mag regenen, het mag hagelen, het mag stormen, het mag... Ja, dat we allemaal evenveel onze zin krijgen. Ook de boeren, maar ook wij. Ja. Nou, ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ga... jullie staan trouwens nog steeds aan de oplader, moet ook wel. Maar ik ga weer met mijn jurk verder.
om te spelden. Want ja, die moet wel op tijd klaar zijn. Hallo? Doen we niet. Dus dan weten jullie dat even en ik kan jullie er niet bij halen nu, nee, want jullie staan aan de lader en dan kan ik mijn mobiel er wel weer bij pakken, maar dat doe ik maar van buiten de mobiel. Ja, zolang het koud is wel. Want mijn mobiel die ken ik nog aardig met mijn handschoenen aan bedienen. Omdat ik, ik hoef gewoon zo te doen en hij gaat al aan, weet je, dan gaat hij al filmen. Tenminste, ik moet het wel op de juiste manier doen, maar hij doet het dan. Dus dat is wel makkelijk, ik hoef hem niet aan te raken. Ja, ik heb dan, die ring aan de achterkant, die heb ik dan om mijn vinger heen en heb ik hem zo dan vast. Welke vinger? Ja, meestal mijn middelvinger, want dat andere gaat niet. En dan heb ik die door die ring heen en dan hou ik hem dus vast. En dan, nou, dan is het goed zo. Nou ja, makkelijk toch? En dan doet hij het. Moet je naar buiten? Ja, ik wil er even eentje naar buiten. Wat is er dan? Wat is er dan? Nee. Dat doen we niet aan mij. Nee. Ja joh, doei. Allebei naar buiten. Nou, klaar dan. Ja. Klaar dan. Zo simpel. Ja. Ga weer even blaffen, met andere woorden. Oh nee, toch niet. Dus ja, daar was ik weer. Ze zijn buiten beide. Dus ja, even spelen denk ik. En blaffen en doen en gek doen. Moeten hun weten. Ik ga in ieder geval met de jurk verder. En ja, ik ga opschieten, want ik wil hem gewoon klaar hebben. Ik wil hem ook zo aan kunnen wanneer ik dat wil, weet je. En niet dat ik moet wachten tot Sint-Juttemus. Dus ja, want hij is echt hartstikke mooi. Het is een kottekjurk en ik ben gek op kottek, hè. Maar ja, vroeger was dat uit een boze. Nou nee, ik wou dat vroeger al, maar het mocht van mijn moeder al niet. Ben je bij Sodemietet en die troep op je smoelwerk kreeg ik dan te horen. Wat, ik was al uit huis, hè. En ik woonde samen met de vader van, van Karen, laat maar zeggen. Van de oudste drie. Daar woonde ik mee samen in eerste instantie. Dus je bent het huis uit, je bent volwassen. Maar roe, als ik met make-up opkwam, oei. Nou, ik heb het wel gedaan hoor, want het is mijn leven. Ik ben niet meer thuis. Ik hoef daar niet die regels meer van thuis te behouden. Dat hoef ik me niet meer aan te houden, want ik heb mijn eigen leven. En dat gaf mijn hart ook mijn groot gelijk in. En mijn moeder die zei, hou dat eraf. Nee, ik laat het erop. Ik woon hier niet meer. Ik woon niet meer onder één dak met u, maar ik heb mijn eigen leven. Ja, al zal ik er helemaal onder zitten. Ja. Maar ja, nou zoek ik eigenlijk iemand die mij kan helpen. Hoe je kottek make-up op moet doen, ligt maar voor één dag. Ik wil dat dan op die dag hebben namelijk. Ja, er is een dag in maart, dan wil ik dat hebben. Maar nou willen de dames weer naar binnen, dus ja, ik ga weer even. Stel je wou ze. Nee, easy. Rustig maar hoor. Ja, rustig maar. Rustig maar, hè. Moeten jullie snoepjes? Ze willen snoepjes, wordt er gezegd. Nou ja, ze laten het wel merken dat ze dat willen. Moeten jullie snoepjes? Ja? Dan moet ik de bus pakken. En dan ga ik die kant weer op. Oeh, wat zit daar allemaal in? Allemaal snoepjes. Allemaal snoepjes. Nou, kom dan. Ja. Jij ook? Kom dan. Ja, jij springt niet, hè? Kom dan. Doe je het niet? Nou, pak er dan. Malle meid. Nou, dan pak ik er nog twee. Voor allebei één.
Ja, Elwin die zal niet springen hoor. Nee. Nee, dus hebben we te lui voor, zeg maar. Hé? Nou, kom dan. Rijka. Goed zo. Grote meid. Hé, grote meid. Allebei. Allebei zijn ze groot en lief. Allebei oh zo lief, hè? En allebei oh zo flink. Ja. Ja, want ik ben ze ook nog aan het trainen. Als ik met iemand wil gaan praten buiten. Dat is dan rustig blijven. Ja, dus ik hou ze ook kort dan, want ze mogen niet bij iedereen zomaar opspringen. Ik heb mensen die ik ken en die het niet erg vinden dat ze dat doen. Dat die ook hun aanhalen enzovoort. Dat vind ik het niet zo erg, maar dat opspringen, dat vind ik weer wel erg. Want ze mogen dat bij mij ook niet en bij andere mensen die invalide of minder valide zijn ook niet. Dus laag blijven bij de grond. Maar ze mogen wel snuffelen en geaaid worden door diegene die het allemaal niet erg vindt. Maar vanmiddag dat ik met ze uit was, trof ik een vrouwtje. En ja, daar ga ik het even mee te doen. En daar ging ik mee staan te praten, maar ze hield afstand. Waarom? Ze had niet zoveel op dieren vanwege haar ziekte ook weer. Dus ze bleef daarvoor op afstand. Af en toe gaat ze wel eens naar de buren toe die zij heeft. En die hebben dan ook honden, maar ze zegt dan bereid ik me daarop voor dat ze er naartoe gaat. Nou ja, oké, het zijne. Maar een hele lieve vrouw die, ja, die had even een luisterend oor nodig en dat bleek ik te zijn, denk ik. Ik wil vreemde vrouw, maar ja, ik weet het even niet. Hoe of wat. Nou, jeuk. Maar ja, dat was eventjes sneu. Dus ja, dan blijf je even staan. Dat Elwing die ging heel lekker rustig zitten. En dan ging ze weer opstaan en dan ging ze graven in het zand. Nou, je laat me graven. Dat vind ik niet erg. En laten we weer gewoon zitten. En Rijka ook rustig en die bleef rustig. Ja, niks hoor. Nee, helemaal geen trambalant, niet geblaffen of wat dan ook. En later was er een man met een klein hondje, maar dat kleine hondje liep los. En die liep achter mij aan, maar die liep sneller dan ik. Maar voordat ik die brug weer overga, hou ik mijn meisjes weer kort. Omdat je aan de overkant die grote weg weer hebt. En ja, als ik ze lang een lijn laat, dan kunnen ze ook naar die weg te komen. Ja, dat wil ik niet. Dus ik hou ze dan kort, als ik die brug al overga. En die man die kwam weer een ander maatje van hem tegen. Op een fiets. Maar hij met dat hondje, ja, dat hondje liep dus los. Maar ik liep keurig netjes door en dat hondje bleef mooi bij hem en de meisjes bleven ook rustig. Nou ja, wat wil je nog meer? Dan ben ik weer trots en blij met ze, want ze blijven rustig en lief. Dus ja, helemaal geen geblaf, niks. Eigen weg en door. Ja, nou ik weet niet wat ik met mijn neus heb, maar die leukt. Ja. Maar in ieder geval, ja, blijf maar jeuken. Ja, blijf maar jeuken. Nog even wat kniezen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Wat ga jij doen, lieve schat? Wat is dat? Ga eens even weg. Oh, dat is uit dat hartje voor die vogel van de vogeltjes. Ja, nou, dat hoef jij niet op te eten, schat. Nee. Weg ermee, hè? Ja, grote meid ben jij. Zo'n grote meid. Ja, echt. Ik ben zo trots op mijn meisjes. Rijka, die wordt ook eigenlijk, ik wil niet zeggen met de dag, maar ze wordt toch wel steeds rustiger en rustiger. Je merkt dat ze volwassen is. En ja, ze wil nog natuurlijk wel eens gek doen, maar wie wil dat niet? Dat willen wij ook wel, hè? Wij volwassenen. We willen ook wel eens gek doen. Ik doe ook gek wanneer ik in orde ben. Ja, mijn haar een kleur geven
waar ik niet mee ben geboren. Ik ben nu, als ik het eruit zou laten groeien, ben ik, ja, zeg maar, wit. Blond, wit, het is maar hoe je het noemen wilt. Maar dan word ik weer ook bleek in mijn gezicht. Dat heb ik al gezien. Nou, dat wil ik niet. Ik wil niet, ik wil gewoon, ook gek doen daarom ook. Ja, ik vind het leuk. Vroeger mocht het niet, nou mag het wel. Ik leef mijn leven en ik hou daarvan. Dat retro-stijl en gothic-stijl, ik vind dat mooi. Nou, wie is de buurvrouw of de buurman om mij dat te verbieden? Of jullie om mij dat te verbieden? Of bij wijze van spreken mijn lieftallige dochter Karin. Karin die vindt het juist prachtig dat ik het doe. Dus ja, waarom niet? Die zegt, ik heb hem niet zo'n moderne moeder. Nou, daar ben ik blij mee. Ja, chapeau naar Karin, hoor, die dat zo vindt. Want natuurlijk kun je ook kinderen hebben die zeggen van mij, je bent gestoord, je bent gek. Nou, laat me maar gestoord zijn, laat me gek zijn. Liever gek dan dom, want gek betekent voor mij goed en knap. Je kan er alles voor invullen, hoor. Verzin zelf maar wat je voor het woordje gek in kan vullen. Want gek kan dus de afkorting zijn van goed en knap. Voilà. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, maar je hebt ook geen kunstgebit in. Nee, maar daar zit een heel verhaal aan vast. Als ik ben bang van een kunstgebit. Klinkt misschien raar. Ja. Als je blauw aanloopt, omdat je kunstgebit, één gedeelte, de onderste, voor de helft in je verkeerde keelgat hangt, dan krijg je benauwd en dan loop je blauw aan en dan kun je doodgaan. Vind je dat leuk? Ik was blij dat mijn mannetje, die nou in de hemel is, toen nog beneden was. Die heeft mij ervan gered. Naar de dokter gebeld. Nou, ik moest me meteen naar het ziekenhuis, want er moest even een foto gemaakt worden. Dus dat gedaan. Toen was mijn hele keel daar, waar die had gezeten, was rauw en rood. En toen moest ik vloeibaar eten hebben. Nou ja, drinken is vloeibaar, dus dat maakt niet uit. En veel ijs, om dat weer zacht te maken. Dan denk je van, ijs, wordt er daar zacht van? Ja, daar wordt het weer zacht van. Dat geneest sneller. Dat is net zo min met amandelen knippen. Bij kleine kindertjes geef ze me ijs. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja. Daarom heb ik dus geen gebit in. Omdat ik heb hem hoor. Leg er eentje. In een bakkie. Maar ik pak hem niet en ik doe hem nooit van mijn leven meer in. Hebben ze wel gezegd van, nou, waarom dan niet een click-in systeem? Nee, want dan word je weer geopereerd. Moet ik eerst uit mijn bovenbeen het een en het ander laten halen en dan moet daar erin. Dan moet je bovenbeen genezen en dat moet genezen. Dan moeten ze weer opereren voor een click-in systeem. Dus boutjes, moertjes, het hele liedje van André van Duin erin, zodanig ze. Aan mijn lijf geen Polonaise meer. Niet op die manier, nee. Dus ik heb daarvoor bedankt. Ik zeg, ik ben te verstaan. Ik slis bijna niet. Als ik het al doe, ben ik echt dood en dood moe. Maar dan nog ben ik dan ook te verstaan. Dus ja. Wie zijn die anderen om mij te vertellen, je moet je gebit erin doen? Of waarom heb je gebit er niet in? Nou, dan moeten ze naar deze vlogs gaan luisteren. Weet je? Ja. Dus ja, vertel het mij maar. Waarom ik hem er dan in moet hebben, als je er bijna in gestikt bent? Nee, hoeft mij niet. En dan kan ik wel weer zeggen, plak hem dan vast met weet ik veel wat voor troep. En dat was het probleem. Dat heb ik ook gedaan. Met van alles en nog wat ik het geprobeerd. Al die troep die je ervoor hebt, voor een kunstgebit vast te zetten, heb ik geprobeerd. De goedkoopste tot de duurste, van de duurste naar de goedkoopste. En toen zaten ze over me te praten. Rechter hoe slechter. Ah, wie oh wie oh wie oh wie. Ik heb wel een idee, maar dat doet er even niet toe. Hij blijft toeteren. Maar in ieder geval.
Dat hebben we dus geprobeerd. Maar zodra ik wat dronk, of het nou warm was of koud was, was die met 2-3 slokken al los. Behalve het bovengebied, die zat vast. Daar hoefde ik ook geen plakspoel aan vast te zetten, niks. Die zat goed, die bleef goed zitten. Maar dat ondergebied was een ramp. En toen, ook met eten, een paar hapjes, en dat was los. Ik kon er niks mee geworden. Ik heb hem toen ook nog weer aan laten passen. Weer. Niks hielp. Nou ja, dan maar niet. Nou, en toen heb ik hem, dat ik hem erin stikte, ja, toen heb ik hem eruit gegooid en nooit weer erin gedaan. Tenminste, mijn mannetje Lief, die heeft hem eruit gehaald. En in de gootsteen toen gedumpt, het bovengebit ook. En ja, toen gebeld en naar het ziekenhuis en ja, de rest weten jullie, want dat vertelde ik net al. Nou, dat we weer thuis kwamen, heb ik het afgespoeld, die troep, en ik heb het in een bakje gedaan met water erin. En af en toe pak ik het eens om het, dat water te verversen, maar voor de rest kijk ik er niet meer naar om. Nee, het boeit me niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga dus nou verder met mijn jurk te spelden. En dan hoop ik dat dat goed komt. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Smakelijk eten, bon appétit, want het is 5:30 op mijn horloge geweest. Het is 5:01, maar ik ben 6 minuten voor, dus het is bijna 6:30. Dus ik zeg gewoon, smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne liefdevolle avond en tot later. Vliegt cirkeltjes en heel langzaam. En dan gaat hij weer. Dan ben ik hem kwijt. Zo, lieve vrienden, nou, het spel dan is klaar. En dan zat ik eerst te denken van, nou, dan ga ik morgen achter die naaimachine, maar nee. Ik had ook nog een spijkerbroek van Karin. Ja, ik heb nog veel meer naaispullen, maar die moet ook klaar, die spijkerbroek van Karin. Maar er moet een nieuwe rits in. Dan moet ik eerst even een nieuwe rits halen en dan neem ik die spijkerbroek. Nou ja, ik moet die rits er eigenlijk nog uittornen, maar daar heb ik momenteel even nog geen grip op, omdat ik nog met een plekje zit. Maar ik kan wel de broek gewoon meenemen in plaats van een gedeelte van die rits, om een nieuwe rits erin te hebben. Want ik moet wel eentje met staal hebben, want het is een spijkerbroek, het moet een stevige rits zijn. Dus ja, niet eentje van plastic, dat vind ik troep. Ja, ik snap nooit. Ja, voor in een jurk zeggen ze dan wel eens. Maar je ziet tegenwoordig ook jurken met een rits erin vanuit de nek helemaal naar onderen. En dat is dan een goudkleurige rits, dat je dat ook ziet, weet je. Nou ja. Oké, nou ja. Het kan. Ja, waarom niet? Het is enkel, ja, je moet eraan wennen als je zo'n jurk zou hebben. Ik weet ook niet of dat lekker zal zitten als je die rits vanuit je nek tot aan beneden aan toe hebt en je gaat zitten. Of dat lekker zit, ja, ik weet niet. Ik heb het nog nooit gehad, maar in ieder geval.
Maar ik heb mijn jurk in ieder geval klaar met spelden. Dat is gedaan. En het is onder de naaimachine door. Maar ik wil ook dan gelijk eventjes de rits van Karin erin doen. Dus ja, dan moet ik even... Tenminste, ik haal wel een rits. En ik moet ook die kaart op de post doen. Hij is al geschreven, hij ligt al klaar. Dus ja, dat dus. En ik word zo blij ergens van. Ik kan met deze camera helaas niet inzoomen. Dat heb ik al met mijn mobiel een keer gedaan. Ik kan wel inzoomen, maar niet genoeg. Dat je ze kan zien zitten. Maar we kunnen ze wel horen. Dus ja, ik vind het zo mooi. Hè? Mereltjes. Ik vind het zo mooi. Hè? Ik draai jullie even om. Zo mooi, hè? Ja, echt waar. Vrouwtje gaat de deur weer dicht doen, hoor, want het wordt koud. Daar heb ik weinig zin in. Maar dat vind ik dus zo geweldig. En dat hoor je binnen. Ja, dat hoor je echt binnen. En ik heb nog geen televisie aan, maar als je zelfs als ik de televisie aandoe zometeen, hoor ik het eroverheen. En dat is... Daar geniet ik van. Die vogeltjes, die mereltjes. Maar ik kreeg nog een dankjewel van een, iemand die mij ook volgt op YouTube. En ik heb hem ook al als shorts erop. En die vindt het zo geweldig mooi. Maar ja, ze woont ook in het buitenland. Het is wel een Nederlandse vrouw, maar ze woont in het buitenland vanwege de gezondheid. Maar waarschijnlijk moet ze toch weer terug vanwege haar zus. Die is ook ziek en die heeft hulp nodig. Dus ja, maar buiten dat allemaal om. Ze vond het geweldig dat ze dat hoorde. Heerlijk, zegt ze. Wat geniet ik daarvan. Nou ja, graag gedaan toch. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga even weer sluiten. Ik wil zometeen eten en ik wil even televisie kijken. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ga zo maar door. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond en tot later. It's no longer the same.